Welkom allemaal bij deze reading. Dit is weer een weekend energie. 4 november en verder. Dus we kijken voor alle sterrenbeelden met deze Santa Muerte Tarot deck. Wat de energie is voor dit weekend. 4 november en verder. Allereerst wil ik iedereen bedanken voor jullie vele likes. Het delen van de filmpjes, het aanvragen van coaching, begeleiding, rijke healingen, privé readingen, de jaarreadingen, de verlengingen. Dankjewel daarvoor. En natuurlijk jullie massale steun op dit kanaal, mijn tweede Engelstalige kanaal, Boogschutter en Tweelingen kanaal. Heb je interesse om nog meer gratis readingen te bekijken? Doe dat zeker. Ik heb de kanalen hier onderaan opgezoomd voor privé reading of jaarreading. Kun je ook hieronder terecht of op mijn website en dan het aanvraagformulier invullen. We gaan vandaag naar de weekendreading kijken en ik begin achteraan, dus ik begin bij de vissen. Wat mogen wij weten voor de vis? Voor het weekend van 4, 11 en verder. De koningin van staven, de aas van zwaarden, de 9 van bekers, de 8 van bekers en de schildknaap van staven. Ik denk dat je te maken hebt met een vuurteken, een boogschutter, een ram of een leeuw. Die komt met goed nieuws, of die komt in ieder geval met nieuws. En mocht je eraan twijfelen, het is de waarheid. Het kan goed zijn dat die persoon met jou een toekomst ziet, veel passie voor je voelt, geïnspireerd bij je is. Ik denk dat ze je ook vertellen dat er een einde is gekomen aan een bepaalde relatie waar ze in zaten. En dat ze binnenkort gaan vertrekken. En als je daarvoor open staat, dat zij graag met jou verder willen, dus dat ze met jou een toekomst zien. Dat is wat ik zie voor de vissen. Kan ook natuurlijk vice versa zijn. Het zijn natuurlijk algemene readingen. Wil je een persoonlijke reading, dan weet je me te vinden. Wat mogen wij weten voor de watermannen? Voor het weekend van 4 november en verder voor de watermannen. De belangrijkste berichten voor de waterman. Kan zijn dat er een geheim wordt onthuld. Of dat iemand zijn diepe emoties toont. Oké, hier. Ja. Wat mogen wij weten voor de waterman? De 5 van munten. De oordeelkaart, de gematigdheidskaart, de 10 van bekers en onderaan het dek hebben wij de koning van staven. Dus je hebt met een vuurteken te maken, waterman, en kan zeer zeker een boogschutter zijn. Het kan natuurlijk een leeuw of een ram zijn. Het kan zijn dat je niet gelukkig bent in de situatie met die persoon. Dag des oordeels komt, je gaat een beslissing nemen. Het kan zijn dat je uit een oude situatie vertrekt en dat je dus kiest voor verzoening met iemand anders, omdat je daar toekomst mee ziet met die 10 van bekers. Ik zie schorpioen, of nou ja, die krijg ik door. Ik zie boogschutter, ram en leeuw. En ik krijg ook vissen door voor jullie. Als het resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel daarvoor. Wat mogen wij weten voor deze weekendenergie? Startende 4 november en verder voor onze lieve steenbokken. Wat zijn de belangrijkste berichten voor de steenbokken? Wat zijn de belangrijkste berichten voor de steenbokken? Wat zijn de belangrijkste berichten voor de steenbokken? Ik denk dat je lang getwijfeld hebt, maar dat er eindelijk, dat eindelijk de kogel door de kerk is. Wat mogen wij weten voor de steenbok? Een obsessie,
een toxische connectie met een keizer. Dus een steenbok en een ram specifiek, de 9 van munten, de koning van bekers en de 9 van de 6 van munten, sorry. De 9 van munten, dit is de 6 van munten. Oké. Ik denk dat er een ik denk dat je heel lang geïnvesteerd hebt in een bepaalde connectie. Dat kan 6 of 9 jaar zijn voor sommigen. En dat de tijd wordt voor actie. En die actie is dat je deze toxische connectie achter je laat. En dat je de liefde aan jezelf gaat geven. En dat gaat je ook lukken. Dat gaat je ook lukken. Dat is je gegund. Je hebt heel veel jaren lang ben je onderdrukt geweest. Het kan een karmische connectie geweest zijn. Heel toxic. En ja, dat kan ik wel uit gaan leggen. Maar dat is natuurlijk voor een ieder anders. En een ram. Die heel erg ook. Ik hoor indoctrinatie, ik hoor obsessie, ik hoor fascinatie, ik hoor drankprobleem, controle, klein houden, dat hoor ik allemaal. Dus ja, het kan zijn dat je te maken hebt dus met een andere steenbok, want we hebben hier munten, kan ook een stier of maagd zijn. En we hebben hier ook de ramkaart. Als het resoneert, mag je liken, delen. En je mag natuurlijk altijd abonneren. Luister naar je intuïtie en bevrijd jezelf uit deze situatie. De viskaart. En nogmaals, de ramkaart. Dat wilde Spirit nog even aan je doorgeven. Dus heel veel sterkte ermee, lieve steenbok. Wat mogen wij weten voor onze lieve boogschutters voor deze weekend energie startend op 4 november en verder. Het kan zijn dat de steenbok met de boogschutter te maken heeft. Want ik kreeg net de duivel te zien voor onze boogschutters. Een pijnlijk einde voor de boogschutters. We gaan eens kijken. Wat mogen wij weten voor de boogschutters? De ridder van zwaarden, de lovers, duidelijk met een tweeling te maken, de 3 van munten, de 6 van zwaarden en de 5 van staven. Ik heb het gevoel dat iemand heeft toegezegd te investeren in een bepaalde connectie, maar dat dat niet gebeurt. En het wordt tijd voor verandering met die 5 van staven. Iemand maakt duidelijk een keus en die keus is om te vertrekken. Heel simpel. Kan zijn dat je te maken hebt, wat ik zeg, met een vuurteken, boogschutter, leeuw of ram. Een tweeling krijg ik heel sterk ook door. En omdat ik tijdens het shuffelen ook de steenbokkaart zag, want ik zag de duivel, kan het ook zijn dat iemand een sterke obsessie voor je heeft of sterke steenbok in zonman, venus of ascendant heeft. Mensen, als het resoneert, mag je liken, delen. Je mag natuurlijk altijd abonneren. Dank je wel daarvoor. En als je zegt van ik wil er dieper op in, dan kan je natuurlijk altijd een privé reading aanvragen. Wat mogen wij weten voor onze lieve schorpioenen? Wat mogen wij weten voor onze lieve schorpioenen? Voor de schorpioen, voor het weekend van 4-11 en verder voor de schorpioen. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een tweeling, met de loverskaart, de 3 van staven, de wereldkaart, de 4 van munten en de 8 van zwaarden. Ik heb het gevoel dat je wacht tot iemand eindelijk over de brug komt, dat eindelijk iemand gaat investeren. Dat wordt niet gedaan. Iemand die investeert niet met de wereldkaart, dus jij besluit om dan de situatie te beëindigen. Je ziet hè, met die 4 van munten iemand blijft gesloten. En dan weet je van als ik hier blijf zitten waar ik zit, dan blijf ik in die impasse. Dus ik ga kiezen. Ik kies voor mezelf.
En ik hak deze connectie door. Ik krijg het gevoel dat je vertelt dat je ermee stoppen wilt. En dat de ander daar niet zo blij mee is. Je vertelt het niet alleen, maar je gaat ook echt actie ondernemen. Het kan zijn ook dat je te maken hebt met een schorpioen, een tweeling. Of ik zie ook nog vuur, dus dat kan ook nog de boogschutter zijn, de leeuw of de ram. Ik hoop dat het resoneert voor jullie, lieve schorpioenen. Wat mogen wij weten voor de weegschaal? Wat mogen wij weten voor de weegschaal van 4-11 en verder? Voor het weekend van 4-11 en verder. Dus het kan ook zijn dat het na het weekend gebeurt. Wat mogen wij weten voor de weegschaal? Voor de weegschaal. Oké. We hebben de 8 van munten, de 3 van bekers, de 3 van munten, de aas van munten en de 9 van bekers. Ja, ik heb het gevoel dat je te maken hebt met een waterteken. Dat kan een schorpioen, een kreeft of een vis zijn. Iemand die vertrekt ergens of die staat op het punt ergens te vertrekken. Dat kan jij ook zelf zijn. Als je in je emoties zit. Iemand probeert toch nog jou wijs te maken dat ze willen investeren in je. Dat ze graag nog leuke ervaringen met je willen opbouwen. Dat ze graag nog een vakantie met je willen. En met die 3 van munten dat ze echt moeite voor je willen doen. Maar je kiest eieren voor jezelf, voor je geld. Je kiest voor jezelf met deze aas van munten. Dus het kan zijn dat je in je emoties zit of dat je met een waterteken te maken hebt, schorpioen, kreeft of vis. Of met een aardeteken of je wil voor je stabiliteit kiezen. Aardetekens zijn natuurlijk de steenbok, de stier of de maagd. Wat mogen wij weten voor de maagden? Voor onze lieve maagden, de meest belangrijke berichten voor de maagd. Voor het weekend van 4, 11 en verder. Okay. Wat mogen wij weten voor de maagd? We hebben hier de 4 van bekers. Je voelt je afgewezen. De 10 van zwaarden. Het doet pijn, maar je beseft dat je verder moet. De 4 van zwaarden. Genoeg is genoeg. Je hebt te maken met iemand die nog altijd gesloten is met de 2 van staven. Iemand die, ja, waarom zeg ik gesloten door dit kruis hier? Een vuurteken, een leeuw, een ram of een boogschutter. Je staat voor een beslissing. Je weet dat je die moet nemen, want anders blijf jij je afgewezen voelen. Je besluit een einde te maken aan deze connectie, want je wilt graag verder groeien. Je wilt naar je stabiliteit, naar de liefde, naar succes. En je weet gewoon dat je meer verdient dan dit. Dus we hebben hier vuur, we hebben hier zwaarden, dus het kan ook zijn dat je heel veel in het hoofd zit. En we hebben bekers en munten, dus we hebben van alles. Wat mogen wij weten voor onze lieve leeuwen? Wat mogen wij weten voor onze lieve leeuwen voor deze weekendenergie 4-11 en verder? Voor onze lieve leeuwen, wat zijn de belangrijkste berichten voor onze lieve leeuwen? En weet, het kan zijn dat het al gebeurd is, dat je er middenin zit of dat het binnenkort gaat gebeuren. We zitten allemaal op verschillende tijdslijnen. De leeuw. We hebben voor de leeuw de 3 van staven. We hebben de schildknaap van bekers, we hebben de wereldkaart, we hebben de 5 van munten en we hebben de 5 van zwaarden. Ja, ik heb het gevoel dat je wacht omdat je ergens in hebt geïnvesteerd, je hebt een bepaalde afspraak gemaakt. Iemand die zou zijn of haar liefde tonen, maar je ziet het, hè, die lepel die is doorboord met gaten, dus jij investeert en jij loopt er helemaal op leeg. De ander die investeert niet. Dus jij gaat communiceren dat je lang genoeg hebt gewacht. Dat je niet blij bent. En dat je
Deze cyclus gaat beëindigen met de wereldkaart. Het kan zijn dat de ander dan boos reageert of teleurgesteld. Iemand die weerstand biedt, iemand die geen einde wil. Maar ik denk dat het onoverkomelijk is. Het kan zijn dat je te maken hebt met een schorpioen, met een vuurteken, een leeuw, een ram, een boogschutter of een luchtteken, een tweeling, een weegschaal of een waterman. Wat mogen wij weten voor onze lieve kreeften? Wat mogen wij weten voor onze lieve kreeften? Mensen, als het resoneert, mag je liken, delen en je mag natuurlijk altijd abonneren. Dankjewel voor het ondersteunen van mijn kanaal. Wat mogen wij weten voor onze lieve kreeften? Voor deze weekendenergie. Even een snelle blik voor het weekend. Wat mogen wij weten voor de weekendenergie voor de kreeft? De kreeft heeft hier de boogschutter in zijn energie. Met de gematigdheidskaart, we hebben de koningin van munten, we hebben de twee van zwaarden, we hebben de aas van bekers en we hebben de dwaaskaart. Kan zijn, lieve kreeft, dat je te maken hebt met een boogschutter of met een ram. Iemand wil nog verzoenen, maar jij wil verder. Je ziet dat iemand afgesloten is, dus je gaat voor een nieuwe liefde. Je wil niet meer hierin investeren en je gaat vertrekken met de dwaaskaart. Het kan zijn dat je te maken hebt met op dit moment met een ram. Dat je zelf heel sterk boogschutter in je zonmaan, Venus of ascendant hebt. Of vice versa. Maar je zoekt je heil elders. Wat mogen wij weten voor de tweelingen? Wat mogen wij weten voor de tweelingen voor deze energie van 4 november en verder? Wat mogen wij weten voor de tweelingen? De meest belangrijke berichten voor de tweelingen. De tweeling wil niet praten. Is erg gesloten. Ik merk dat de kaarten niet willen shuffelen. Deze wil eruit komen. 10 van zwaarden. Je voelt al aankomen dat er een pijnlijk einde komt. Of dat die er al is. Wat mogen wij weten voor de tweelingen? De zonkaart. Kan zijn dat je te maken hebt met een leeuw. Iemand die graag geliefd wil worden. Iemand die warm is. Iemand die passie wil. En je wacht. En er wordt maar niks geïnvesteerd. Dus je gaat de vuurteken daarop aanspreken. Of die vuurteken gaan jou daarop aanspreken. En dan komt er een einde met 3 van zwaarden. En die persoon vertrekt of jij vertrekt met de 8 van bekers. Het is echt een rode draad. Heel veel mensen vertrekken allemaal. Van karmische partners. Ze gaan naar vorige leven partners. Echte soulmates. Twin flames. Dat is echt een tendentie die je aan het zien bent. Kan zijn dus dat je te maken hebt met een vuurteken. Ik heb hier staven, ik heb hier de zonkaart. Dus het kan specifiek een leeuw zijn, maar het kan ook een boogschutter of een ram zijn. En ik heb hier ook nog zwaarden, maar het kan ook gedachtes zijn. Dus, maar het kan ook zijn dat jij pijn of verdriet wordt aangedaan, lieve tweeling. Wat mogen wij weten voor de stier? Wat mogen wij weten voor de stier? Wat mogen wij weten voor de stier voor deze weekendenergie 4, 11 en verder voor de stier? De 5 van zwaarden, de 7 van bekers, de koning van bekers, de aas van zwaarden en onderaan het dek de koningin van staven. Kan zijn dat je te maken hebt met een vuurteken. Lieve stier, iemand die de passie, de liefde in zichzelf investeert. Je bent bang dat er een verandering komt in deze connectie. Deze persoon laat namelijk niet in zijn of haar kaarten kijken. Ook ben je bang dat deze persoon dat je heel veel concurrentie hebt. Uiteindelijk gaat deze persoon opbiechten dat de waarheid is dat ze niet meer willen investeren, dat ze de liefde aan zichzelf willen geven of aan een ander, maar in ieder geval
niet meer in deze connectie. Heel veel sterkte ermee als dit jouw reading is en als die met je resoneert, lieve stier. Wat mag mij nog weten voor de ram? Last but not least, voor de ram. 4 november en verder. Wat mogen wij weten voor de ram? Voor deze weekendenergie. Voor de ram. Het dek voelt heel zwaar aan, want het is logisch. Als er zoveel mensen uit elkaar gaan van een karmische partner af, dan snap ik wel waarom dat zwaar aanvoelt, het dek. Wat mogen wij weten voor de ram? De hierofant. Kan zijn dat je te maken hebt met een stier. Ik heb het gevoel dat je je in deze vaste connectie of deze langdurige connectie met die hierofant, kan ook natuurlijk staan voor een huwelijk, dat je je afgewezen voelt met die vier van bekers. Dat iemand je geprobeerd heeft telkens te manipuleren mentaal met de negen van zwaarden, maar je doorziet nu, je hebt een beslissing genomen met de twee van staven, om verder te gaan. Je wil een nieuwe liefde. Je wil niet meer bij deze persoon blijven. Het kan zijn dus dat je met een stier te maken hebt. Voor de rest zie ik veel bekers. Zwaarden. Vuur. Ik zie alleen geen munten. Dus er is totaal geen stabiliteit in deze connectie. Heel veel sterkte allemaal. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Namaste.